welkom bij Ja Toch. Vandaag hebben we een drietal bijzondere gasten. Farid Azarkan, Stefan van Baarle en Tunahan Kuzu. Welkom bij Ja Toch. Vertel eens, Farid, hoe was je week? Drukke week. Ja, drukke week. Veel in de kamer geweest, maar ook privé een beetje. Het is elke dag wel van, wat is het, 7:30 weg. En uurtje of 11, 12 thuis. En dan in de avond, ja. Ik kom zo weer bij je terug. Ja. Stefan, hoe was jouw week? Het was toch heel slecht nieuws dat we kregen. Dat we zagen dat Duo, dat die blijkbaar ook jongeren met een migratieachtergrond extra onderzoeken. Dus eigenlijk een nieuwe toeslagenmisdaad wellicht die we hebben. Dus ik vond dat eigenlijk niet zo leuk nieuws. Dus ik zit daar een beetje mee in mijn maag. Dan komen we daar zo op terug. Dankjewel. Ja. Tunahan, ook welkom. Hoe was jouw dankjewel. Week? Ja, pieken en dalen. De belangrijkste piek was dat ik mijn collega's weer kon zien op maandag. Maar ja, ook natuurlijk ook een aantal dingen die je in de Kamer meemaakt waarvan je denkt van jongen. Zo hadden we weer een raad buitenlandse zaken. En dan hoor je minister Hoekstra over wereldproblematiek spreken. En dan over het ene werelddeel dan uitgebreid wordt erop ingegaan. En andere delen van de wereld, daar houden ze zich stil over. Ja, dus die dubbele maat. Ja, zeker. Komen ze ook op terug. Is een mooie. Farid, we gaan... We hebben een vraag aan jou. Je bent de laatste tijd wat minder zichtbaar, lijkt het wel. Ja, is dat en, zo? En, ja, maar bronnen vertellen mij dat je in een belangrijke commissie zit. En die gaat dan over de toeslagenaffaire. Ja, als commissie zijn we al 1,5 jaar bezig om te kijken naar de afgelopen 30 jaar. En we doen onderzoek naar het fraudebeleid. En we doen onderzoek naar met name ook toeslagen. Het fraudebeleid dat gaat over hoe de afgelopen 30 jaar de overheid met kabinetten wetten heeft gemaakt. Hoe ze door ambtenaren zijn uitgevoerd. Hoe organisaties als de Nationale Ombudsman, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Raad van State, het zijn belangrijke adviserende organen, hoe die daarin een rol hebben gespeeld. En hoe dat de samenleving heeft geraakt. Het is een belangrijk onderzoek. We zitten met 30 onderzoekers, 6 Kamerleden. Ja, kijk, die commissie doet natuurlijk onderzoek naar een lange periode, dat is 30 jaar. En dat gaat met name over toeslagen, maar ook over sociale zekerheid. Dus uitkering, de WW. En het is heel interessant om te kijken, en ik kan daar niet te veel over zeggen, over de resultaten. Maar het is wel heel interessant om te kijken wat het mensbeeld was. Welke wetten, hoe hoog de boetes waren, waarom dat zo was. En op basis van dat beeld kunnen we ook nu kijken. Ik hoorde jou net zeggen, Stefan, dat Duo maakt gebruik van een risicoselectiesysteem. Dat gebeurt eigenlijk steeds breder, maar gebeurt al langer in de overheid. En wie bepaalt nou welke kenmerken gelden voor of je wel of niet gecontroleerd wordt? Wat maakt je nou een fraudeur? Iedereen die ik spreek, die zegt eigenlijk, waarom ik? Waarom moest de overheid mij nou ten onrechte als fraudeur bestempelen? Waarom kwamen ze bij mij uit, niet bij mijn buurman of niet bij een ander? Waarom ik? En daar kunnen we eigenlijk, daar willen we antwoord op geven. Omdat dat ook een deel van de verwerking is van de problemen die mensen ervaren hebben. Dan is dat duidelijk. Maar dan weten mensen ook natuurlijk, wat doet Farid nu? Wat heeft hij gedaan? Dat is mooi. Dan gaan we nu een vraag stellen aan meneer Van Baarle. Ja. Stefan, jij hebt de laatste tijd ook voor wat ophef gezorgd. Vertel het eens. Nou, was ik me niet van bewust. Wij krijgen informatie natuurlijk. Lentekriebels, LHBTI-activisme. Ben jij de Thierry Baudet van Rotterdam aan het worden? Kun je dat toelichten? Nou, ik ben geen racist. Okay, dus ik wil bij lange na niet met... Ik heb geen zin om met Baudet vergeleken te worden. Okay. Dus, ja, maar dan strepen we dat weg. Gauw wegstrepen, ja. Gauw gedaan. Ja, Engeman. Nou, kijk, wat ik gedaan heb, ik heb een filmpje gemaakt. En in dat filmpje heb ik het gehad over het feit dat we zien dat bij hele jonge kinderen rare genderspelletjes en oefeningen en docenten die zeggen het is prima om je geslachtsdeel aan te raken, maar ook invulopdrachten, wat voor gender voel je je. En dan kan je blijkbaar tegenwoordig uit 1500 vormen kiezen. En ik vind echt dat doorslaat tegenwoordig. Ik vind daar twee dingen van. Ik vind 1, we moeten staan voor de acceptatie van iedereen. Dus ook van mensen van die groepen. Maar aan de andere kant vind ik, op het moment dat je dat op zo'n manier doordrampt bij jonge kinderen, dat we daar echt wel vraagtekens bij moeten plaatsen of dat goed is. En ik denk dat het doorslaat. Maar wat ik van heel veel ouders hoor, die geven aan, ik maak mij zorgen over wat er met mijn kind gebeurt op school. Ik heb daar vragen over, ik heb daar andere ideeën over. En als vervolgens die ouders dan zeggen, ja, zo'n school die stuurt mij terug, ga dan maar lekker een andere school zoeken, u mag hier niet over spreken, dan denk ik dat er iets misgaat. Dus we moeten ook die ouders serieus nemen, die zeggen, ik wil in controle zijn over de opvoeding van mijn kind. En zoiets delicaat, zoiets
speciaals als seksualiteit, dat wil ik met mijn kind zelf bespreken en dat moeten we niet uitbesteden aan in alle vlakken aan de school. Dat geluid moet ook serieus genomen worden. Ja, Toeman, merk je dan ook dat er een soort van een dubbele maat is bij bepaalde onderwerpen? Dus je hebt homohaat, antisemitisme, dat mag allemaal niet. Je mag daar bijna niks over vinden. Als het gaat om moslims, moslimsbashje of moslimhaat, dan dat kan dan wel? Ja, ik denk dat de politiek in de afgelopen decennia echt heel erg is doorwrongen van de dubbele maat. En je ziet het eigenlijk op alle aspecten zie je het terugkomen. Een bekend voorbeeld, als in de Kamer een initiatiefnota wordt geschreven over het bestrijden van antisemitisme, dan zie je dat de hele Kamer het daarmee eens is. En dat de hele Kamer maatregelen wil nemen om haat te bestrijden tegenover Joden. Ja. Maar op het moment dat je ziet dat er sprake is van moslimhaat, van islamofobie, en je stelt maatregelen voor om dat te bestrijden, dan zie je een deel van de Kamer, en je weet uit welke hoek dat komt, een deel van de Kamer gaat daar dan niet in mee. Ja, dat is slechts één voorbeeld. Je ziet het terug wanneer het gaat over het debat over asiel en migratie. We hebben in één jaar tijd hebben we 100.000 ontheemden, noemen ze ze dan, uit Oekraïne hebben we opgevangen. Alle gemeenten in de meewerkstand, er zijn inmiddels hele woonwijken gebouwd voor Oekraïners. Maar op het moment dat er enkele tienduizenden mensen uit Syrië of Afghanistan of uit Afrika komen, dan moet de politiek maatregelen voorstellen om de asielinstroom te beperken. Laatste voorbeeld dan, recent was nog in het nieuws, de onderzeeboot Titan, ja, klopt, ontploft. En ik vind het vreselijk voor de slachtoffers, de nabestaanden. En tegelijkertijd is het ook zo dat wanneer je ziet hoeveel mensen er sterven op de Middellandse Zee. Ja, ik had gewenst dat we daar ook eerlijke berichtgeving over zouden maken. Ja, dat is echt die teleurstelling. Farid, jij hebt ook ooit aandacht besteed aan het openen van rekeningen bij banken. En ja, dat bepaalde stichtingen en bijvoorbeeld moskeeën daar moeite mee hebben. Dat is dan ook weer die dubbele maat, die komt steeds terug. Het is alsof er een patroon is in het land richting bepaalde doelgroepen. Herken je dat? Kijk, en ook bij banken worden risico's ingeschat. En dan wordt er vaak ook de afkomst meegenomen. Of de nationaliteit. Op de een of andere manier zie je dat mensen die dat eerst zelf vonden, dus ze deden het eerst met de hand, dat gaat dan in een systeem. En vervolgens leidt dat tot bepaalde groepen mensen die geselecteerd worden. Ja, dat doen banken ook. En ik ken een advocatenkantoor uit Rotterdam. Die zeggen van, joh, wij merken dat onze cliënten met een Marokkaans, Nederlands of Turks-Nederlandse afkomst, en die zijn bijna altijd de klos. Dat zie je ook bij accountantscontroles. Ik sprak een jongen die maakt VOG. Die helpt organisaties om heel snel VOG's te maken. Hij zegt, joh, 90% van de VOG's die aangevraagd worden bij mij, zijn altijd mensen met een migrantenafkomst. Gek. Dus je ziet door die samenleving heen zijn er systemen gebouwd op basis van aannames, soms van vooroordelen. En die leiden ertoe inderdaad dat elke keer dezelfde groep mensen het veel moeilijker heeft. En dat is natuurlijk ook waar we als Denk voor zijn, is om te kijken. Omdat wij vinden dat als je naar een eerlijke, rechtvaardige samenleving kijkt, dan hebben mensen eerlijke kansen nodig. We moeten allemaal hard werken, dat is allemaal prima. Maar het kan niet zijn dat ik heel veel moeite heb om een eerlijke kans te krijgen in het onderwijs. Vervolgens word ik ten onrechte als fraudeur bestempeld. Als ik dan een keer op de arbeidsmarkt aan de slag wil, dan moet ik nog meer mijn best doen. Vervolgens wil ik een huis en dan stuur ik naar makelaars mijn 30 keer, ik wil graag een huis bezichten, krijg ik helemaal niks. En mijn buurman die stuurt er 2, die mag wel. Dan wil ik een bankrekening openen en dan doe ik een transactie. En vervolgens wordt die tegengehouden, moet ik dat gaan uitleggen omdat mijn achternaam met Mohammed begint of Abdullah. Ik krijg 20 vragen. Of je krijgt 100 miljoen vragen. Dus je ziet eigenlijk door die hele samenleving heen. En daar moeten we, ik heb daar ook 3 jaar geleden voorstel voor ingediend. Doe nou een brede doorlichting. Want we zien het bij toeslagen. En wat zegt dat niet ergens anders is? Nou, dat is aangenomen. Stefan die vocht dat weer op. Hè, want dat is vanuit Binnenlandse Zaken. Die coördineert alles op discriminatiebestrijding. Maar daar moet echt nog de bezem doorheen. De komende jaren moet daar echt heel de bezem, hard. De bezem door die instituten. Ja, ja. En we moeten het echt ontdoen van alle racistische vooroordelen. Want ja, die zijn er. En die zitten tegenwoordig steeds meer in systemen. Maar dat is dan ook heel frappant, Stefan. Want bij Duo, dit is onlangs geconstateerd. Jouw filmpje is van een paar dagen terug. Ja. Dus als student, als je dan Mohammed heet of Fatima, heb je een probleem. Ja, kijk, wat we hebben gezien bij Duo is dat ze een algoritme gebruiken. En in dat algoritme, daar zit dan etniciteit en nationaliteit niet in. Maar wel andere kenmerken die ervoor zorgen dat jongeren met een migratieachtergrond vaker als fraudeur aangemerkt worden. En ze hebben aan advocaten gevraagd. Hoeveel jongeren die komen nou bij jullie met het probleem? En er bleek uit dat bij een hoop advocaten 97% van de gevallen
97%, dat waren jongeren met een migratieachtergrond. Dus dit stinkt. Dit riekt gewoon naar racisme. En het is niet de eerste keer dat ik het in mijn loopbaan in de Tweede Kamer nu meemaak. Ik heb het ook gezien bij de adrescontrole. In de formulieren stond dat ze mensen die geboren zijn in het buitenland, ouderen, dat ze die er ook extra uitpikken. Dus overal, in al die algoritmen, daar zitten gewoon elementen van racisme. Direct of indirect. En denk eens op de wereld om dat te slopen. Ja. Denk eens op de wereld om ervoor te zorgen dat mensen niet op basis van hun afkomst eruit gepikt worden, extra onderzocht worden, zich moeten verantwoorden, want dat is gewoon misdadig. Mannen, we hebben heel veel serieuze dingen gehoord. We gaan over naar iets luchtigers. Oh. Daar hoort ook wat fruit bij. Pak even wat. Jullie schijnen dat ook lekker te vinden, heb ik begrepen. Eten jullie vaak? Ja. Mag ik ook? Kuzu is eigenlijk, Kuzu die denk ik, Kuzu eet het meest fruit, denk ik. Maar jullie zijn ook... Ik doe alleen op dinsdagochtend tijdens de fractie, de rest van de week voor de rest van dan de heb week. Ik... Kijk, mijn wekelijkse fruitportie gehad, zeg maar, in één dag. Maar jullie zijn ook echt, als dat op beeld is, op de camera's, of ook, we hebben ook wat mensen hier in de zaal, jullie zijn ook echt fit. Ja, die jongen, althans, jullie zien er zo uit. Ja, de jongelui zijn nog wel fit. Hij is fit. Farid is onze sportief. Even de leeftijd hè, voor de kijkers thuis. Farid, jij ziet er ook nog vrij jong uit, maar je bent natuurlijk geen 30 meer, toch? Dat is onze Abi. Abi? Geen 30. 40? Ook niet. 45? Ja, nee, iets ouder. Nou, dat zou je niet zeggen, toch? Dat weet ik niet, maar ik hoop in oktober 52 te worden. Kijk, wij zijn, er zit 10 jaar verschil tussen ons drieën. Drie generaties. 32. Ik ben van 71. Hij is 32, ik ben 42. Ik ben van 1971. Althans, ik word... 1981. 1991. Ja. Wel leuk, jullie zijn net als van die getrouwde stellen. Jullie kennen elkaar als geboortelaten. Ja, maar het is ook wel makkelijk te onthouden. Ja, maar Bosje Bloem is er niet bij hoor. 71, dat 81, doen ze dan 91. Weer niet. Dat is weer jammer jongens. Jongens, we gaan naar iets luchtigers. We gaan naar de ja toch, de nee toch, nee joh spel. Nee toch, nee joh. Daarvoor hebben we iets bijzonders. We hebben de borden met, je krijgt een vraag. Zo. Ja toch, nee joh. Dus Farid, één aan jou. Als je hem even wil doorgeven aan... Jouw jonge collega's. Zo, dat is werk ingezeten. Ja, dit hebben ze ook gewoon gemaakt, hè? Nou, dit is... Dit is echt kwaliteitsspul. Ik vind het helemaal mooi. Ik stel 5 vragen. Mag niet spieken? Nee, mag ook niet. Niet onder druk, gewoon je eigen mening. Zo heeft hij zijn middelbare school gehaald. Ja, serieus? Ja, met spieken. Ik heb hem tenminste gehaald. Ja. Oh, hij niet. Oké. In vraag 1. We hebben gehoord dat jullie niet kunnen koken. En dat jullie elke dag... thuisbezorgd spullen bestellen. Klopt dat? Nee? Nee? Niet elke dag, maar dan zeker om de dag of zo. Ja, ik ken uitstekend koken. Eieren, water. Okay. Dat gaat echt lekker. Jij laat het water nog aanbranden. Ja. Ja, maar even in al... Farid kan goed koken. Hij heeft ooit een keer marmita met lam voor ons gemaakt. Wat heeft hij gemaakt? Marmita. Marmita. Met lam, met kuzu. Ja, daar heb ik heel erg van genoten. Nou, ik had toen... jou, Seltjuk en Sylvana op bezoek. Ja. En ik dacht, ik ga me uitsloven. Dus ik heb toen een slee, zo'n stalen bak, zo'n slee voor in de oven. Dat is eigenlijk ongebruikelijk. Een marmita maak je eigenlijk in een pan. En marmita, dat is marmita. Pan. La marmite op zijn Frans. Oké. Okay. Dus marmita. Het is gewoon een pan. Je gooit er van alles in en na 2 uur, 3 uur is het wel aardig klaar. Alleen ik dacht, ik ga dit bijzonder doen. 2 kilo kuzu vlees gehaald. En we waren met z'n vieren en die 2 kilo vlees, inclusief helemaal op. Want wij begonnen denk ik om 4 uur en ik heb ze om 9 uur heb ik ze oprotkoffie gegeven. Kuzu had toen alle kuzu opgegeten. Alle kuzu, echt. Ze bleven gewoon doorgaan. Maar, 2 kilo lamsvlees weg, maar, wel met bot. Maar Sylvana was er toen ook bij en 2 of 3 dagen later was ze er niet meer. Maar ik suggereer niet dat er een verband is. Oké. Okay. Ik heb heel lang gedacht dat het aan mijn kookkunsten lag. Ja, maar dat was dus niet zo. Nee. Oké, jongens, iets bijzonders. Kijken hoe goed jullie elkaar kennen. We gaan over naar de vakantieplannen. Farid gaat naar Volendam. Op vakantie. Nee. Oké. Okay. Farid, waar ga je wel heen? Ik heb niks gepland. Niks gepland. Oké. Okay. Maar het kan dus van alles zijn, behalve Volendam? Ik denk dat ik, misschien dat ik een paar dagen in Istanbul doe. Jullie komen dan vaak, hè? Jullie hebben met z'n allen iets met Istanbul. Als je het nuttige met het aangename wil combineren, dan... Ja, dat is wel leuk daar. Ja, ik heb er wel eens met Kuzu een hele mooie reis gemaakt. Ja. Dat haalde zelfs het nieuws, hè? Dat haalde het nieuws. En ja,
Want doen jullie dan meer dan alleen pakken? Gewoon weten. Makreel aan de haven, we halen een paar pakken. We maken een wandeling, we pakken een voetbalwedstrijdje als het lukt. Iemand valt van de trap. Er valt iemand van de trap die we naar het ziekenhuis moeten brengen. Ja. Ja, ik ben gestruikeld de laatste keer. Onzomaar, dat we waren. 52 hechtingen. Ja. Tijdens een normale wandeling? Of? Ik was er niet bij. Nee, het was een heel glad trappetje met een metalen randje en ik gleed eraf. Ja, ja. En dat ging zo mijn benen in. Ja. En toen moest ik naar een Turks staatsziekenhuis. Turks staatsziekenhuis. En daar hebben ze 80 nietjes in mijn been geschoten. Ja, maar je kunt het nog maar vertellen. Het was een uitstekende behandeling. Ja. Ik ben er uiterst tevreden over. Ja, schijnt dat het daar goed gaat met... zorgen. Niet te kunnen ze wel. Stefan, jongens. Stefan gaat voor de verandering op vakantie naar Texel. Nee. Oké. Stefan, klopt dat? Ja, wat heb je nou? Wat moet ik nou op Texel doen, joh? Hoe bedoel je? Uitwaaien. Een paar schapen, wind. Nee, daar ga ik niet heen. Campings, bungalows, nee, water, zee, dieren. Dat is niet mijn ding. Dat is niet jouw ding. Tunahan, jij gaat zeker natuurlijk naar Ankara op vakantie. Ja? Ja, dit is een leuke. Farid zegt nee, Stefan zegt ja. Tunahan, naar Ankara of niet? Ja, nou kijk, ik kom uit Izmit. Ja. Maar ik ben, even kijken hoor, 2 keer in mijn leven in Ankara geweest. Bij Erdogan op bezoek? Ja, om de opdrachten op te halen. Ja, maar dat doen jullie. En dan geef jij door aan Farid en Stefan. Precies, dit is wat we dan allemaal moeten uitvoeren. Dit zijn de doelen voor het komend jaar. Nee, even. Ja. Nee, Ankara... Maar jullie krijgen daar serieuze kamervragen over, toch? Vroeger was dat wel zo, maar inmiddels heeft iedereen wel door, dit gaat niet op deze manier. Nee, mooi. Maar goed, ik vind, Ankara zal vast een mooie stad zijn, maar ik heb er weinig mee. Ik heb meer met Istanbul of met de Egeïsche kust of met de Turkse Riviera. Maar de vraag is, ga je er nou heen of niet? Nee, dus ik heb gelijk. Nee. Ja. Ja. Van Baarle. Ja. Stefan, jammer. Ik denk dat hij er wel even terecht komt, dat hij even gaat kijken. Misschien Stefan, dat ik een dagtripje maak. Jongens, minpunt. Stefan, jij hebt nu verloren, jij krijgt geen dadels. Yes. Farid wel en Tunahan ook. Die komen uit, uit bezet die komen uit Palestina. Oh, dat is mooi. Dat doen we met plezier. We hebben iemand die we goed kennen, ene Bilal. Die is daar geweest. Oh. En die heeft dit meegenomen omdat hij wist dat toch zou beginnen. En hij wilde iets van bijzonders. Van Ramallah. Ja. Ja, mooi. Mooi. Ik doe dat ook af en toe. Een paar kilo die zijn niet van Albert Heijn, maar die zijn echt uit Palestina. Wel Albert Heijn tegenwoordig. Ja, daar kosten ze natuurlijk wel... Kosten ze €3,40 de dadel met Albert Heijn. Ja, alhoewel de Albert Heijn nu ook veel meer doet aan bijvoorbeeld de Ramadan. Ja, dan voorheen, hè? Ja, ze doen ook heel veel aan prijsverhogingen. Klopt. Ja. Ja. Maar dat geldt voor alle supers, toch? Ja, dat is zo. Ja. Even een paar eurotjes bovenop. Ja. Volgende vraag. Van een van jullie weet ik hoe hij gaat reageren. Feyenoord is de beste club van Nederland. Ja, toch? Of nee, joh? Ja, je kunt dit jaar wel. Ja. Ja. Dit jaar? Dit jaar, maar eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Het is dit jaar onomstotelijk bewezen dat Feyenoord de beste club van Nederland is. Hè? Klopt. Dus je kan er niet omheen. Hebben we een verklaring? Je hebt een gezegde in het Nederlands, toch even voor alle kijkers. Je hebt een mooi gezegde en dat is... De uitzondering bevestigt de regel. De regel is dat Feyenoord nooit kampioen wordt. Ja. En de uitzondering is dat ze dat dit jaar wel werden. En dat bevestigt de regel dat ze het nooit worden. En als ze volgend jaar ook kampioen... Nou, kijk, dit jaar hebben ze het echt heel goed gedaan. Ik bedoel, in alle ernst. Ze hebben het echt goed gedaan met een goede coach. Hij heeft echt goede spelers goed laten voetballen. Hij heeft spelers die gehaald werden, die zijn echt beter gaan voetballen. En ik heb dus een maand of 2,5 geleden... heb ik toen voorspeld dat Feyenoord kampioen zou worden. Maar goed, toen zaten ze een paar wedstrijden voor het einde. Dat is makkelijk voorspellen. Ik denk dat het volgend jaar heel moeilijk wordt. Dus in alle ernst, de kans dat Feyenoord volgend jaar kampioen wordt... Ja, dat is ongeveer net zo groot als dat wij in een kabinet komen. Als het kabinet valt en we hebben nieuwe verkiezingen, dan komen wij in een kabinet. Die kans is groter. Krijgen we minister Van Baarle. De twee Rotterdammers, Stefan. Ja, die hebben geen kijk op voetbal. Wat vind jij? Het zijn supporters. Supporters? Ja. Maar hij wil niet eens bevestigen dat er nog een club is uit... Je ziet hier de laatste stuiptrekkingen van het Amsterdamse bastion. Ja. Dat we aan het breken zijn nu als Feyenoord. Ik zeg altijd, Feyenoord is het nieuwe Ajax. Dus wij laten zien hoe je moet voetballen en hoe je goed voetbal laat zien. Ja, dat mensen die niet meegaan in de tijd waarin Feyenoord de boventoon gaat voeren... en dat vervelend vinden, daar wat van zeggen. Ja, dat weten we. Verandering doet soms pijn. We gaan over naar de laatste vraag. De boetes in Nederland zijn veel te duur. Zo! Nou, te hoog zijn ze. Te hoog? Ja. We hebben een ervaringsdeskundige... Want, Farid, met Denk om Tour heb jij een boete gekregen, toch? Ook gewoon uit eigen zak betaald, uiteraard. Waar was dat voor?
Wij kregen een boete. En hoeveel was dat? Nou, dat was denk ik iets van 170 euro of zo. Zo. Ja, je hebt, als je Utrecht aankomt, dan heb je tegenwoordig, rij eerst een stukje omhoog. En dan op de, richting de Graat van Roggeweg, hè, dus richting het station. Dan heb je, hoe heet het, de jaarbeurs, heb je dan rechts verderop. Je komt eerst, ga je naar beneden, vanaf de snelweg. En dan ga je een stukje zo flyover, ga je omhoog en dan weer naar beneden. En heb je rechts heb je een Shell station. Ja. En nou weet ik dat daar vaak geflitst wordt. Alleen, nou, dat ding, dat, ik weet geen idee wat dat woog, 3000 kilo of zo, die camper. Dus je rijdt dan toch lekker eindelijk naar beneden. Het is best zwaar rijden, maar goed, ik vond het wel lekker. Dus je rijdt dan toch, dus ik rijd. En ik denk dat ik 65 reed. Waar je, officieel mag je dan 50. Dus ik reed zo'n 65. En toen stonden ze daar heel sneaky bij de Shell. Beetje zoals ze dat ook in Marokko doen. Radar, zeggen ze daar. Radar. Dat is met de radar. En dan is het gewoon echt, ja, een beetje sneaky. Ja, ik vind dat nou niet, dat is niet het meest hoogstaande werk wat een agent moet doen. Maar goed, ze stonden twee agenten, dus komt u maar in. Ik kreeg 180 euro boete. Uit eigen zak betaald? Uit eigen zak betaald, ja. 180 euro's? Ja. Ja, die kreeg ik op eigen naam zelfs, ja. Ja, dus die kwam ook bij mij thuis. Laatste vraag, jongens. Free Palestina. Ja, zo snel mogelijk. Ja, toch. Triest hoor. Ja. Toenan, jij gaat nogal hard in tijdens internationale debatten. En je bent zelf ook 3 jaar geleden in Palestina geweest. Vonden ze volgens mij in Israël niet zo leuk dat je daar was? Het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. Als je daar bent, je leest er natuurlijk veel over. Je ziet er veel over op tv. Maar ik zou echt iedereen die de mogelijkheid heeft om dat te kunnen doen, maar je, echt aanraden om daarheen vaak te willen Israël gaan. Dat Israël het zielige slachtoffer is. Nee, joh. Is dat ook zo? Nou kijk, dat is zeker niet het geval. Wanneer je gaat kijken naar internationaal recht, dan zie je dat het duidelijk is dat Israël gewoon illegaal gebieden bezet. Ze zetten kinderen gevangen en je leest ook helaas om de zoveel tijd dat er weer mensen sneuvelen. En ik vind het echt te bizar voor woorden dat de internationale gemeenschap, waaronder Nederland, die ook in de grondwet heeft staan dat we de internationale rechtsorde willen bevorderen, dat we op het gebied van Israël altijd onze mond houden. Ja. Als Nederland. En wij doen dat niet. Als maar jij wij, bent... En bent... ik vind het ook mijn plicht om daar soms ook fel in te gaan bezig. Om mensen wakker te schudden. En dat gaat niet altijd even goed. Soms wordt het te fel, soms worden mensen boos. Maar dat staat echt in schril contrast met het leed wat mensen daar meemaken. We zijn aanbeland bij een tweede rubriek waarbij we kijkersvragen hebben. Waarin iemand vraagt of jij wanneer jij minister-president van Nederland gaat worden. Nou ja, om minister-president te worden moet je op zijn minst partijen met 25 zetels. Je moet inderdaad op het juiste moment last hebben van je geheugen. Dat je dingen niet meer weet. Ja, je moet heel sneaky dingen, niet te transparant zijn. Je moet allerlei vaardigheden hebben die ik niet zo goed heb. Hoewel ik natuurlijk ook wel een beetje meedoe in die politiek. De ambitie is er wel. Maar het moet ook wel realistisch zijn. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je denkt dat Feyenoord volgend jaar kampioen wordt. Ja. Heel eerlijk. Farid, dit is jouw eerlijke kant. Wordt gewaardeerd. Want ik heb ook zo mijn twijfels over Feyenoord. Feyenoord, ja. Ja. Nee, dat presidentschap zou nog kunnen, minister-president. Maar dat Feyenoord zeker niet. Oké, nee, dank. Stefan, pannenkoek of een lahmacun? Lahmacun ken je wel natuurlijk, je komt uit Rotterdam. Kan je ze allebei ook maken? Pannenkoek is niet zo moeilijk, maar lahmacun is wat lastiger om te maken. Dus je zegt niet nee, je kunt ze allebei maken. Het is lastiger. Nee, ik heb nog nooit een lahmacun proberen te maken. Een pannenkoek wel. Ja. Ik vind het ontzettend lekker. Met citroen? Met een beetje salade erin, een beetje citroen. Doe maar. En het liefste met de hand gemaakt. Dus niet die dingen die diepgevroren zijn uit de fabriek. Dus echt die handgemaakte, die zijn echt heel erg lekker. Toenan. Kijk eens, vraag. Hoe zit het nou met jouw gitaarlessen die we af en toe voorbij zien komen? Kun je nu eindelijk een keer iets spelen? Het is dramatisch, joh. Dramatisch? Dramatisch, joh. Het is, want je hebt weinig tijd? Het is ook, dat herkent Stefan denk ik wel. Soms heb je perioden dat je heel vaak speelt en dan heb je een paar maanden, doe je dan helemaal niks. En dan ga je weer aan de slag. En dat is net als een kind die dan groeit, hè, van je maakt elke keer sprongetjes en zo. Ja. Maar Stefan is de maestro. Maar Stefan is een maestro, ja, dat zeg je dan wel. Maar ik heb bronnen uit de Tweede Kamer vertellen dat wanneer Stefan zijn gitaar pakt, dan gaan al die medewerkers die gaan opeens pauze houden. Ja. Klopt dat? Ja, maar dat heeft er vooral mee te maken dat... Klinkt een beetje vals of zo. Mijn muziek is zo fijn en gecompliceerd dat de meeste mensen het niet begrijpen.
De meeste mensen begrijpen. Ja, het is zo, je moet er zoveel gevoel voor hebben, mijn muziek. Ja. Dus het maakt het lastig. Ik denk dat wanneer Stefan speelt, dan is het echt wel waard om naar te luisteren. Ik denk dat wanneer ik speel, dat ze dan weggaan. Ja, maar Stefan heeft wel gelijk, want de muziek staat. En je kunt natuurlijk heel goed gitaar spelen. En dat kan Stefan, dat is echt een bijzonder talent. Dat weten ze in de kamer allemaal trouwens. Mm-hmm. Maar ja, kijk, zijn muzieksmaak is toch een beetje te vergelijken met zo'n rachende mannen. Ja. Dat is een band, weet je, dat is een beetje Rammstein en dat soort rare bands waar toch niet het meest, laat ik zeggen... Vernuft. Ja, het is niet heel vernuftig. Okay. Het is toch een beetje... Ja, het is geen Mozart. Het is eigenlijk een beetje zoals het voetbal van Feyenoord, weet je. Feyenoord. Ja. Farid, we hebben begrepen dat jij redelijk kan voetballen. Maar als ik jou nu zeg van, hey Farid, beste grote vriend, ik heb hier een bal. Ja. Kun jij 10 keer hoog houden? Ja, dat kan ik wel. Dan ga ik je verzoeken om dat hier te doen. Ja. Als jou dat niet lukt, ga jij 10 keer opdrukken. Ja. Als jij wel 10 keer kan hoog houden, ja, gaan die heren 2 keer 5 10 keer opdrukken samen. Ja, dan pak ik ze wel alle 10 voor Stefan. Ja, dat weet ik niet. Dat vind je een goede deal. Jij maakt de deal en jij zegt dan... Als het lukt, hè? Jij hebt een soort niet-verlies situatie, hè? Dus ja. jij maakt een deal waarbij je zelf niet iets hoeft te doen, bij winst of verlies. Maar ik ben de host, hè? Ja. De anderen hebben jou... Je bent niet gekozen, hè? Dat geldt ook voor Rutte. Rutte is niet gekozen. Nee, maar ze hebben gezocht als naar een host. Als Kamerlid wel, maar als minister-president niet. Nee, ik zal dat even toelichten. Ze hebben gezocht naar een host. Ja. Maar er was niemand die het bijna voor niks wilde doen. Ja. Iedereen wilde 10.000, 12.000 euro. Uiteindelijk kwamen ze bij mij terecht. Per jaar of per aflevering? Per aflevering wilden ze dat. Dus ja, en dat budget gevarentoeslag, was er. Ja, dat was er niet. Dus vandaar dat ze mij hebben gevraagd. Ja, nou ja, dat is dat duidelijk. Ik begrijp dat. Dus. Respect. Maar de kijkers zijn wel benieuwd of jij wel zo veel verstand hebt van voetbal. 10 keer, ja. Ja, is wel goed opgeblazen. Ja, ik ga het wel proberen. En nou eens hoog houden. Ik had van de week toevallig een wedstrijdje met een... Turks-Nederlands meisje, die Asila, die heel goed kan voetballen. Alleen hooghouden is natuurlijk ook gewoon een techniek, want hooghouden is eigenlijk vrij makkelijk als je... Als je het namelijk op je knie doet, dan heb je altijd nog dat die op je voet kan vallen. Dus de meesten houden hoog met hun voeten. Je hebt wel beperkt ruimte hier, hè? Ja, maar als je gewoon op je knie doet zo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En als die dan op je voet valt, dan trap je hem gewoon terug. Ja. En dan ga je verder op je hoofd en nog even zo. Ja, dat waren de mootjes. Toch? Oké, ja, nee, maar... Dat was meer dan 10, ja, hè? Dat was meer dan 10. Goed zo. Nee, ja, netjes. Dan gaan we zo opdrukken. Dan gaan jullie hierna opdrukken. Nee, ik doe het thuis. Dat is goed. Nou, heren, dank voor jullie bijdrage, reacties. Ja. Jij bedankt. Alle kijkers, jullie kunnen hieronder reageren met vragen voor de volgende keer. En jij bedankt dat je het gratis wilde doen. Ja. Ik heb mijn best gedaan. Bij een volgende jaar toch verwachten wij jullie weer. Dank aan alle heren, dank aan Farid, dank aan Stefan en dank aan Tunahan Kuzu. Tot de volgende keer.